Ik ben de deur aan het beveiligen, beter de brievenbus aan het beveiligen. Want kiagen zijn er onverluid, hoe dat ze doen, weet ik niet. Die slagen om te plassen door de brievenbus. Mensen die in de omgeving van de Gentse feesten wonen, nemen vaak maatregelen om de 10 dagen durende stormloop goed door te komen. De een spijkert zijn brievenbus dicht, de ander zoekt stevast andere orde op. Anderen zijn dan weer onverdeeld positief. Mijn documentatiebundeltje, het programma van Mira Miro, vind ik ook prachtig. De tickets van dingen die ik wil zien. Gentse feesten, je begint er naartoe te leven op het moment dat het gedaan is. Dan is van, ah, het is nog een jaar. En per dag, waar begint het hier? Ja. Het is een beetje ambachtelijk, hè? Hey, zaterdag 20, voilà, daar gaan we al. Poli poli. Dus vooral die cumbia, cumbia all start. Dus kijk, per dag heb ik zo een overzicht wat ik allemaal. Elke dag is er wel iets waar het rond draait. Januari, op het moment dat verlof vrijkomt voor het nieuwe jaar, pak ik mijn verlof. Dien dat onmiddellijk in. Ik weet dan van, ben safe, ben er bij de eerste bij. Eigenlijk werkt dat als een magneet. Het is net zoals de zolder. Ik moet daar naartoe. Mensen die weglopen, ik denk niet dat zij echt weten wat de Gentse feesten te bieden hebben. 'S Avonds is dat hier niet uit te houden van de passage en het lawaai. Dus mijn blaffeturen moeten toe. Maar die blaffaturen die gaan niet toe, want in de klimop zit in de weg. Dus ik moet eerst al in de klimop van boven ook nog een keer wegsnoeien, vooraleer dat ik mijn rolluiken naar beneden krijg. Dus je ziet, Gentse feestenvoorbereidingen, dat houdt wat in, ze. Het voordeel van de Gentse feesten, want er zijn ook voordelen, is dat als je 's avonds hier op het bankje gaat zitten in de tuin, dat je gewoon de optredens van het podium kunt horen. Dus niemand heeft zo'n riant kader als ik om naar de muziek van de Gentse feesten te luisteren.